Vorig jaar, toen kwam ik voor het eerst bij Mitros en toen stapte ik hier de wijk in. En ik zag de tuinen en ik schrok eigenlijk heel erg, omdat een heleboel tuinen er echt heel verwaarloosd uitzagen. Toen is dit een van de dingen die is opgekomen en waar we mee aan de slag zijn gegaan. Nou, we staan hier in een tuin van een bewoonster. Ze is ongeveer 82 jaar oud. Kan deze tuin natuurlijk zelf niet meer onderhouden. En de kinderen hier zijn hard aan het werken. Hoe vind je het initiatief van jullie scholen dat jullie deze mensen kunnen helpen op deze manier? Nou, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja, een feest is natuurlijk anders, maar het is wel goed dat ze het doen. Want het is echt een rotzooi. En dus, eigenlijk wel leuk. Ja. Dames, hoe vinden jullie het tot nu toe? Ja, een beetje pijnlijk aan je handen, maar het is op zich wel leuk werk om te doen. Werk je thuis ook altijd in de tuin? Dit doe ik op zich wel. Plantjes uit stenen trekken, maar voor de rest niet zo heel veel. Als je nou een tuin uit gaat, hè, zou je zelf zoiets hebben gehad van, laat ze maar langskomen? Of heb je zoiets van, toch liever niet, ik doe het zelf wel? Nou, ik denk als ik een tuin zou hebben gehad, zou ik hem vol hebben gestopt met tegels. Weinig onderhoud. Maar goed, ik weet niet. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, ik vind het belangrijk dat die tuintjes worden onderhouden door de bewoners. Maar het kan niet altijd door die bewoners. Ik vind het goed initiatief van Mitros dat ze jonge kinderen hebben gevraagd om het op te knappen. Ja, om ze te helpen. En zo breng je ook mensen met elkaar in contact.